Uh, assalamu alaikum wa wa toe. Beste mensen welke geweest in de jiba. Het is uh, vroeg in de ochtend. Uh, bij deze doe ik een uh, dringende verzoek. Gisteravond hebben uh, mijn collega's me gebeld. Het gaat om een overleden Pakistaanse broeder, Rachimallah. Uh, Gisteravond of gisternacht is uh, opgehaald. Zit nu bij ons in de moskee in de koeling, wordt straks gewassen, inshallah. Uh, de broeder heeft bijna helemaal geen familie. Uh, zijn broer uh, die komt vanuit Pakistan vandaag naar Nederland toe om uh, de Dhanese gebed bij te wonen. Maar ook zijn begrafenis. De broeder, de broeder was niet verzekerd. Uh, zit, uh, zat bij de koeling uh, van de gemeente, via de gemeente. Uh, als de broeder uh, zeg maar, niet geholpen zou worden, zou dat via de gemeente gaan. En dan uh, ken je het wel, dan krijgt hij een uitvaart uh, op een niet-Islamitische uh, manier. Hebben jullie, de zuster mij, kunnen berichten over deze broeder? Uh, en om te vragen voor hulp. Uh, alhamdulillah, via via zijn ze bij ons terechtgekomen. Dus bij deze vragen we jullie om hulp, beste mensen. Uh, zoals jullie weten, willen wij mensen. Uh, altijd begraven in Almere, een graf die uh, niet verzekerd zijn, die ook weinig geen familieleden hebben. Dus bij deze beste broeders en zussen, zakkom en lang, uh, laten we onze broeder uh, in de islam helpen. Zoals jullie weten van mij, ongeacht welke uh, afkomst die is. Maar dat is een moslimbroeder. En elke moslimbroeder of zuster horen wij of moeten wij helpen. Uh, het is ons plicht als onmangemeenschap om dit te doen. Dus laten we deze broeder niet in de steek laten. Maar laten we juist zijn dat we deze broeder helpen. Zodat hij op de dag des oordeels een getuige voor ons zal zijn. Bij Allah subhanahu wa ta'ala. En zal zeggen dat de Ummah-gemeenschap mij niet in de steek heeft gelaten. En zoals jullie weten ook, beste mensen. Dit behoort tot Sadaka Jeria. Deze broeder uh, die we straks gaan begraven in Almere. Dat stukje grond dat kopen wij met de Ummah-gemeenschap. En dat zal. ...behoren tot de sadaqat jariyah. Wat ik altijd zeg, de broeder of zussen die daar komt te liggen... ...zal daar verblijven tot de yawm Dus dit zijn de echte sadaqat jariyahs, beste mensen. Uh, zoals jullie weten hebben we nodig, zoals altijd, 8500 euro. Dus bij deze beste mensen uh, vraag ik aan jullie... om omwille van Allah subhanahu wa ta'ala... ...ook al is het een euro, beste mensen. En wat ik ook altijd zeg, hadith van de profeet sallallahu sallam... Die zegt wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in dunia. Allah subhanahu wa ta'ala zal op de, dag de oordeels jouw moeilijkheden verhelpen. Barakalla kom, zakom alle, beste mensen. Ik weet dat het vroeg in de ochtend is. De enige moeite wat je hoeft te doen, is alleen maar te doneren. En de rest doen wij. Zoals jullie weten, doen wij echt alles. Dus inshallah hoe sneller het geld binnen is, des sneller wij hem kunnen begraven. Zoals jullie weten, ik wil zo snel mogelijk begraven ik En de broeders van vorige keer die mee waren gegaan om te begraven, jullie zijn van harte welkom. Want deze broeder heeft bijna niemand. Zoals vorige broeder die ook niemand had. Barak al om. een al aan. De Genaza-gebed zullen we ook plaatsen wanneer dat verricht zal worden. En de begrafenis is, Jarla. Hoe en deel zoveel veel mogelijk. Deze video, beste mensen. Want hoe sneller er gedoneerd wordt, hoe sneller we kunnen stoppen en hoe sneller we kunnen begraven. En zolang er geen update is, dan loopt dit project nog. En voor verdere informatie staat mijn WhatsApp-nummer altijd eronder. Alleen weet beste mensen, ik zit in het buitenland, dus ik ben alleen maar bereikbaar op WhatsApp. Barakalallahu fikum, zakumalallahu khairan. assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.